The myth around Mata Hari was born. She said she was an Indian princess and she rode on elephants, and she made up her own story, she made her own life, and since then the myth continues. We are talking about her, we are writing about her, we are filming her life, and the myth continues. And she was also, well, she was at the beginning of the myth. She created her own myth. Nou ja, het is natuurlijk wel heel bijzonder dat een vrouw, een spionne, courtisane, dat die uit deze provincie komt. Want wij zijn hele nuchtere mensen met twee voeten op de grond. En eigenlijk hoort het beeld van zo'n Javaanse prinses, het beeld wat ze zichzelf had aangemeten, dat past niet echt bij het Friese karakter.